Een echte vakman kan goud geld verdienen, maar waar halen we ze nog vandaan? Dat en meer in deze Zeeuwse Zaken over flexibiliteit en veerkracht met Richard Keulen van Damen. Ze bouwen boten met gouden kranen voor de allerrijksten, maar ze zijn ook bezig om de nieuwe Nederlandse onderzeeërs te gaan bouwen. Dat hopen ze althans toch. En voor dat laatste is Richard Keulen vooral bezig, hè? Want u bent van de marinetak, zeg maar. Dat is correct. Van Damen. Ja. Ja, ja, fijn. Straks alles over Damen, maar eerst even over het voorwerp dat u heeft uitgekozen. Het moet iets voor u symboliseren. Dat is toch het idee van wat er allemaal ligt. Ja. Waarom heeft u voor de verrekijker gekozen? Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk natuurlijk, hè? In de scheepsbouw tref je op elk schip dit soort zaken aan. De verrekijker, eigenlijk belangrijk. Ik heb zelf voor mijn bestaan bij Damen 30 jaar bij de Koninklijke Marine, jarenlang gevaren. En dit ding heeft me door een heleboel ellende geloodst. Dus een verrekijker, veerkracht, daar zit ook een stukje vooruitkijken bij. Dus ik denk, die verrekijker, dat trok me meteen aan. Die moest ik hebben. Ja, nou, even, want ik ben benieuwd. Wat voor ellende had u mee moeten maken als u niet door de verrekijker had gekeken? Nou, het is natuurlijk bij scheepvaart zo. En in drukke vaargebieden, of als je met een heleboel schepen dicht bij elkaar vaart, dat je een beetje moet kunnen anticiperen waar je terecht kunt, waar je gevaar zit, waar de vrije ruimte is. En dan is een verrekijker altijd handig om ietsje vooruit te kijken, zodat je ietsje tijd koopt om je schip in veilig vaarwater te houden. Ja, dat klinkt eigenlijk ook als een metafoor voor Damen, denk ik. Ja, zeker. Ja, het is een bedrijf van de lange lijn. Damen is, zoals ik beschreef, bezig met grote projecten. Het is een groot bedrijf. Het is gevarieerd, ook aanwezig in de buurt van Vlissingen. Daar zitten maar liefst drie hele verschillende takken van sport van wel hetzelfde bedrijf, Damen. U noemde de jachten, de marinebouw, daar ben ik zelf bezig. Maar we hebben ook een hele hoogwaardige reparatiewerf in Vlissingen-Oost. En die samenhang en die grootte van die projecten, dat vraagt echt jaren vooruitzien. Het is niet zo dat wij heel snel bijvoorbeeld verbetering of verslechtering zien. Het is bij ons altijd een geleidelijk proces, omdat als wij grote schepen bouwen of grote projecten hebben voor meerdere schepen, dan is dat iets van de lange adem, van jaren. Dus over dat soort termijnen praten wij om projecten op te starten en af te leveren. Ja, maar als je met die lange termijn bezig bent, dan lijkt me ook dat je lastig soms wendbaar bent als dingen ineens veranderen. Ja, dat is waar. Ik denk dat dus een soort gelaagdheid in je bedrijf aanwezig moet zijn. Je moet een goede strategie hebben. Daar zetten wij heel erg op in. Maar je moet natuurlijk ook heel snel op marktontwikkelingen kunnen reageren. We zien dat nu. Hè. Innovatie, verduurzaming, vergroening. Dat zijn zaken die heel snel lopen. En daar zijn we ook snel bij. Dus we kunnen ook wel op dat soort zaken heel snel aanschakelen aan de trend. Er zijn ook een aantal segmenten waar Damen actief is, waar we juist in een hele dynamische markt snel de klant moeten kunnen bedienen. Een voorbeeld, Damen heeft de gewoonte om een groot aantal schepen in een bepaalde afgebouwde staat in voorraad te hebben. Juist om snel te kunnen reageren op een klantvraag en dan een hele korte levertijd te kunnen regelen. Dus dat doen we ook. Ja, maar goed, dan moet je wel dat aandurven om zo'n grote investering te doen natuurlijk. Dat klopt. Ondernemen is altijd een zeker risico en je bent dus afhankelijk van hoe goed jij dit soort tactieken kunt inzetten om kopers te lokken naar jouw segment, naar jouw schepen. Het heeft ook te maken met het feit dat we een hele gevarieerde portfolio hebben. De shipyardsgroep Damen is erg groot, inmiddels bijna 12.000 mensen, iets meer zelfs, meer dan 30 werven op 5 continenten. En we hebben ook schepen in allerlei segmenten. Ik noemde net al reparatie. Superjachten, hè, voor de allerrijkste. Maar ook marineschepen voor onze overheden van Nederland, maar ook van Duitsland, België. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld werkboten, sleepboten. Daar is Damen is daar marktleider in, leidend in de wereld. Mm-hmm. Dus door dat grote palet ben je ook een beetje robuuster voor verstoringen of bijzondere snelle ontwikkelingen in één marktsegment. Dus je moet spreiden. En je moet ook op snelle ontwikkelingen kunnen reageren. Ja, dan wil ik even met u naar de stelling. En dat gaat over een echte vakman die is eigenlijk goud waard en kan goud geld verdienen. Ja. Hoe is dat bij jullie? Nou, dat is absoluut waar. Scheepsbouw, dat is echt een vak. Ik ben zelfs geen scheepsbouwer. Ik ben wel trots gebruiker van marineschepen, gemaakt door Damen. En ik kan echt beleiden dat zijn de beste marineschepen ter wereld. En dat zeg ik als gebruiker. Hoe komt dat nou? Ik denk dat je zoveel vakmensen bij elkaar moet brengen van zoveel verschillende disciplines, dat combineren en in één project stoppen en dan tot een goed einde brengen, dat is alweer een vak op zich. Wij zeggen wel eens bij Damen dat het project,
de aanloop naar het bouwen net zo belangrijk is als het bouwen van het schip zelf. Omdat je zoveel voorwerk moet doen. Wij betrekken hele sloten toeleveranciers, veel Nederlandse toeleveranciers, die allemaal delen van het schip verzorgen, die als het ware in een soort aannemer naar jou toe komen. Je bent de aannemer, je moet dat allemaal arrangeren. Dus we hebben heel veel verschillende gebieden van vakmanschap en scheepsbouw. En echt bouwen is eigenlijk maar een deel. Ja, maar zijn er nog genoeg vakmensen te vinden? Wij zijn van overtuigd van wel. Het glas is altijd half leeg of half vol. Ik denk zeker dat het voor een provincie als Zeeland half vol moet zijn. In de zin van, wij hebben vacatures, dus wij zoeken mensen. Maar het feit dat je dus een cluster hebt van hoogwaardige scheepsbouwbedrijven die eigenlijk steeds mensen vragen, is op zich natuurlijk een positieve spanning. We vinden ook mensen. Door de afgelopen coronatijd is het ook zo dat er segmenten slechter voorkwamen te staan. We zagen toch wel veel vakmensen migreren. En we hebben gelukkig een groot aantal van die mensen kunnen binden aan ons bedrijf. Dus wij maken een gestage groei door. Ook in het licht van een hele stevige orderportefeuille. We hebben net een aantal hele grote projecten afgesloten. We hebben nieuwe projecten, grote projecten, onder andere voor de Koninklijke Marine, in aanloop. Dus we hebben een continue stroom werk. Maar het blijft een uitdaging, maar ik zou hem altijd positief willen oppakken. We hebben werk. Schitterende provincie en we doen hele unieke dingen. Dus komt u maar. Goed. Tot slot nog even dan kort naar de toekomst. Want hoe ziet u de toekomst van Dame voor u? Ja, lange termijn. Ik denk dat het wel fair is om te zeggen dat een verstoring zoals corona ons wel langer bezighoudt dan bijvoorbeeld de detailhandel. Uh-huh. Ik geef altijd het voorbeeld, als we morgen de lockdown stoppen, dan doet de kapper een drupje olie op zijn schaar en kan hij eindelijk meteen beginnen om zijn werk te doen. Hij heeft relatief weinig aanloop. Ze hebben het heel zwaar, hè? Dat doe ik niets aan af. Maar de opstart weer vanuit een idle situatie van hele grote projecten met toeleveranciers die we moeten opstarten, het toeleveren van spullen die van buiten afkomen uit het buitenland, toch wel sommige schaarste in bepaalde goederen, dat betekent dat wij heel veel langer last hebben van zo'n coronaverstoring. Dus wij moeten toch zorgen dat die veerkracht bij ons wat langer aanhoudt en we zullen dus ons iets meer moeten richten op een langere effect van die corona. Ja, maar het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Heel fijn. Dank u wel voor uw tijd. Alsjeblieft.